super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je kan zien zit ik niet in mijn slaapkamer om een video op te nemen, maar sta ik in de keuken. En dat heeft alles te maken met wat ik ga doen in deze video. Ik ga jullie namelijk laten zien in deze video hoe je je eigen shampoo kunt maken. Natuurlijke shampoo, biologische shampoo. En hoe je je eigen haarmasker kunt maken. Ik vind het de laatste tijd wel weer leuk om eigen gemaakte dingetjes te maken. Wellicht de grote meerderheid van jullie weet ook dat ik een eigen bedrijfje heb gehad. Natuurlijk Saar in 2017. Ik heb dus mijn eigen biologische, 100% natuurlijke huidverzorging gemaakt en verkocht in de webshop. En naar aanleiding daarvan leek het me leuk om gewoon jullie wat dingetjes te laten zien. Ik ben weer bezig met eigen tandpasta te maken, eigen shampoo dus te maken, haarmasker. En ik wilde dit graag met jullie delen voor diegenen die daar ook in geïnteresseerd zijn. Het is dus helemaal natuurlijk. Er zit geen SLS in de shampoo, er zit geen parabenen in de shampoo. Geen siliconen in de shampoo, dus helemaal 100% natuurlijk. En ook het haarmasker. Het haarmasker is overigens super simpel, bestaat maar uit twee ingrediënten. Dus die kun je vast ook wel maken. Shampoo bestaat uit wat meer ingrediënten, maar op zich wel ingrediënten waar je makkelijk aan kunt komen. In deze video ga ik je dus laten zien hoe je shampoo maakt en een haarmasker maakt. En in de volgende video van volgende week of die week erop laat ik je zien hoe je je eigen tandpasta maakt en je eigen deodorant maakt. Dus ben je daar ook benieuwd naar? Abonneer dan zeker even op mijn kanaal, zet dat belletje aan en dan weet je ook wanneer die video online komt. Goed! Ik ga je nu eerst laten zien hoe je shampoo en een haarmasker maakt. We gaan als allereerst beginnen met het maken van de shampoo. Wat heb je hier nou voor nodig? Nou, sowieso even iets om het af te meten. Een trechter gebruik ik en een flesje. Dit is genoeg voor 150 milliliter. Ik weet niet precies hoeveel de inhoud van dit flesje is. Staat er ook niet meer op, dus vandaar de trechter en de rest om het af te meten. De basisingrediënten wat je sowieso nodig hebt is kokosmelk. Nou, dat is overal wel te verkrijgen in de supermarkt. En daarnaast vloeibare zeep. Nou heb ik al hier kant-en-klare vloeibare zeep. Die heb ik besteld op yoyoli.nl. Omdat ik een eigen webshop heb gehad. Vandaar dus dat ik deze heb, omdat het makkelijk werkt. Maar je kunt natuurlijk ook zelf de zeep maken. Kijk op internet voor recept. Ik zal even kijken of ik nog wat kan vinden. Link ik dat in de beschrijving. Mocht je dus geen vloeibare zeep hebben. De basisingrediënten zijn dus de zeep en de kokosmelk. Wat je daaraan sowieso gaat toevoegen is een olie. Voor je haar, je kunt een drogende olie of een niet drogende of een half drogende olie toevoegen. Even een korte beschrijving wat de oliën inhouden. Drogende olie is goed voor vet haar. En niet drogende oliën zijn juist goed voor pluizig haar, voor droog haar. En daartussenin heb je dus dan nog half drogende oliën. Nou, die zijn goed voor als je gewoon een beetje makkelijk haar hebt. Onder drogende oliën vallen oliën zoals jojoba olie. Tarwekiemolie. Onder niet drogende oliën vallen oliën als amandelolie, kokosolie, oliën die wat vettiger zijn van zichzelf. Ik heb hier olijfolie staan, dat zou je dus toe kunnen voegen. Dit is alleen denk ik voor mijn haar wat te vet, omdat ik redelijk snel vet haar heb. Dus ik ga voor jojobaolie, die had ik nog een beetje. Optioneel kun je nog toevoegen E-olie, of vitamine E-olie. En wat pure aloe vera gel, mocht je die hebben. Dan gaan we eindelijk beginnen. Ik schud de kokosmelk even. En vervolgens ga ik 60 ml kokosmelk erin doen. Dit is ongeveer 60. En dan hebben we van de zeep 80 ml nodig. Eens kijken of die nou weer... dat weer gelijk is. Nou, ongeveer wel. Als volgende gaan we toevoegen 1 theelepel van de olie. Dan gaat ook 1 theelepel aloe vera gel in. Ik moet ook eerlijk bekennen, dit is geen 100% pure aloe vera gel. Maar er zitten heel weinig andere ingrediënten bij. Dus vandaar dat ik die gewoon gebruik. Dus kijk gewoon naar wat je in de kast hebt staan. Ik ga het al een beetje doorroeren. De vitamine E-olie kan er ook bij, mocht je die hebben. Doe er ongeveer 5 druppeltjes van in.
Dit ga ik gewoon even door elkaar hutselen. Ik vind het makkelijk om gewoon een vorkje voor te gebruiken. Nou vind ik het altijd wel lekker om er een geurtje aan toe te voegen. Dus ik doe er wat etherische olie bij. Ik doe er een heel klein beetje kaneel in. En kaneel zorgt namelijk voor een goede bloeddoorstroming. Dus dit zal dan ook weer effect hebben op je hoofdhuid. Doe er echt, als je hem ook hebt, minimale hoeveelheid van in. Anders heb je een rood hoofd en denk je, hoe kom ik daar nou weer aan? Dat komt dus door de kaneel. Die zorgt er echt voor dat je hele sterke bloeddoorstroming krijgt. Goede bloeddoorstroming. Dus gebruik daar niet te veel van. Ik denk dat ik 1 of 2 druppeltjes gebruik. En dat is echt meer dan voldoende. Hij ruikt ook echt super sterk namelijk. En naast de kaneel ga ik nog sinaasappel toevoegen. Ik vind dat altijd wel een lekkere combinatie, kaneel en sinaasappel. En hier doe ik wat meer druppels van in. Ik heb er 12 van in gedaan. En om nog wat af te maken doe ik nog wat sandelhout erin. Of ylang ylang is ook altijd wel lekker. 5 druppeltjes. Of ceder zou je nog kunnen toevoegen. Kijk ook weer op internet wat lekkere geurcombinaties zijn. Of ja, kijk gewoon naar wat jij zelf lekkere geuren vindt. Etherische oliën zijn overigens ook gewoon bij Holland & Barrette te koop. In fysieke winkel en natuurlijk in superveel webshops. Dit giet je dan gewoon erin. Volgens mij is deze dus precies goed qua formaat voor dit flesje. Hij stroomt alleen nu over, maar dat komt door de schuim. En voilà, je hebt je eigen shampoo. En oh ja, er zit natuurlijk helemaal niks in. Verder geen SLS, helemaal niks. Dus je haar zal er in het begin echt wel aan moeten wennen aan het product. Omdat het geen gladmakers erin heeft. Het heeft alleen gewoon natuurlijke producten in zich. Dus ja, sta er niet van te kijken. Als je in het begin wat stroever haar hebt, komt dus door de shampoo. Maar daarvoor zou je dus ook het masker kunnen gaan gebruiken. Die we nu ook gaan maken. Om je haar dus gewoon wat gladder te maken. Next is dus het haarmasker. Super, super, super simpel. Het enige wat je nodig hebt is shea boter en olijfolie. That's it. Meer niet. Eventueel wat etherische olie, mocht je er een geurtje aan willen geven. Meer heb je gewoon niet nodig. En wat ik altijd lekker vind is om hem dadelijk whipped te maken. Dus als een slagroom, zeg maar, als een mousse. Ik ga je allemaal laten zien hoe ik dat doe. Als allereerst heb je 50 gram nodig shea boter. Laat dit nou precies 50 gram zijn wat ik nog had. Dus die gaan we erin doen. Wat je vervolgens gaat doen is dit au bain-marie verwarmen. Want je wil dat het een vloeibare substantie wordt. Ik zet dus het gasfornuis aan. En ik ga dit in het pannetje gieten. Dit moet even warm worden. Dus ik kom zo even bij jullie terug. Als het helemaal is opgelost, zoals je ziet, dan kun je het overgieten in een kom. Zo, en nou gaan we er nog 50 milliliter olie bij doen. En dit kan dus iedere olie zijn die je zelf wilt. Ik ga olijfolie toevoegen. Dus hier voegen we 50 gram van toe. Kijk met olie altijd heel erg uit. Want de teller is minder snel dan dat de olie erin zit. Dus je hebt al heel snel te veel. Voordat we hem gaan opkloppen gaan we hem nu eerst heel even in de koelkast zetten. Zodat hij afkoelt. Ik heb hem een paar minuutjes in de vriezer gedaan. Dat gaat wat sneller. 10 minuutjes in de koelkast was niet voldoende. Zoals je ziet is hij nog wel wat vloeibaar, maar hij is ook wel wat vaster. Dus ik ga hem nou mixen. En voordat ik het vergeet natuurlijk eventjes de etherische olie erbij doen. 8 van sinaasappel en 6 jasmijn.
Zo, zoals je kan zien is die lekker whipped en opgeklopt dus. En dit gaan we nou gewoon in een potje doen. Ik heb nog mijn oude potjes die ik gebruikte voor natuurlijk zaag. Het is helaas wel een plastic potje. Maar die ga ik gebruiken. Ik ga alles met een spatel eventjes eruit halen. Dat gaat het makkelijkst. Wow, hij is zo lekker fluffy. Heerlijk. Ik zou het bijna willen opeten, jongens, maar daar is het niet voor. Qua geur zou ik je trouwens willen aanraden om toch wat meer te gebruiken. Omdat olijfolie van zichzelf ook al best een sterke geur heeft. En ik ruik nu nog een beetje de olijfolie erdoorheen. Dus qua geur mag die echt wel wat meer etherische olie bevatten. En deze potjes zijn goed voor 200 ml. Dus ik vermoed dat er nou ongeveer 150 ml aan product in zit. Kijk hoe lekker. Heerlijk smeuïg. En dit breng je dus aan in je haar. En vervolgens laat je het even intrekken en dan spoel je het weer uit. En pas nou trouwens wel op met het gebruik van dit haarmasker met de douche. Want ja, het bevat natuurlijk alleen maar boter en olie. Dus de douche zal glad worden waarschijnlijk als je het uitspoelt. Dus hou daar even rekening mee. Dat je dus en niet te veel gebruikt en daarnaast dat de douche wat gladder kan worden. En het grappige trouwens aan dit product is, als je goed hebt opgelet, is dat ik een verkeerd ingrediënt heb gebruikt. In het potje wat ik gebruikte zat cacaoboter in plaats van shea boter. Kwam ik naderhand achter. Ik vond het al zo frappant. Ik dacht, hoe kan het dat die meer vaster is dan shea boter? Ik heb namelijk ook shea boter en dat ziet er zo uit. Dat ziet er toch net wat anders uit. Dat is meer, ja, wat dat kun je meer indeuken, zeg maar. Is wat zachter. Dus shea boter heb je nodig. Cacao boter kan ook, maar shea boter is beter. Cacao boter kan ook wel, maar ja, is meer voor je huid bedoeld als je haar. Ga dus voor shea boter. En dat was hem weer de video voor vandaag. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ik hoop dus dat je het zelf ook kan namaken. Laat me ook weten of het gelukt is als je hem gaat namaken en wat je van de producten vindt. In principe moet het dus lukken. Het is niet heel moeilijk om na te maken. Je moet alleen wel even de ingrediënten in huis hebben. Maar die zijn in principe ook vrij makkelijk om aan te komen. Ik hoop dus dat je hem leuk vond. Even een keer een andere video als normaal. Maar daar had ik gewoon even lekker zin in. Dus vandaar. En dan zie ik je natuurlijk heel graag weer volgende week terug op donderdag om 4 uur bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Bye bye.